Ja, de grote vraag is natuurlijk, hoe komen beide ploegen uit de winterstop? We hebben een redelijke voorbereiding gehad. We hebben natuurlijk hierachter een kunstgrasveld. Dus we hebben nog 4 oefenwedstrijden kunnen spelen. En wat dat betreft hebben we wel een goede voorbereiding gehad. Een Hollandse veld kennen we nog van de finale van het Proto-Zwering zaalvoetbaltoernooi. Maar dan is het wel een hele grote overgang. Ja, dat is heel moeilijk natuurlijk. En we hebben vanaf 1 december niet meer gevoetbald. Dus we hebben een beetje getraind en verder eigenlijk niks. Dus we zullen zien wat het wordt. En ja, aan de ene kant is het natuurlijk leuk gewoon gelijk tegen Klazineveen. En dan moet je vol aan de bak. Ja, waar ligt de kracht bij Hollandse veld? Nou, ze zijn fysiek, zijn ze wel aardig. En verder kijk ik niet zoveel naar hun. Ik vind, ik moet naar mijn eigen ploeg kijken. En ik vind dat we er goed op staan. Maar ja, om 4:15 is misschien wel anders. Maar we hebben er alles aan gedaan om fit te zijn. Het zal momenten worden, denk ik. Door je spelmomenten, door de omstandigheden, wind. Onwennig. Dus ik denk dat het verschil heel klein zal zijn, denk ik. En dan moet je in ieder geval scherp aan de wedstrijd beginnen. Hollandse veld niet in het vertrouwde oranje, maar in het zwarte uitenu. Jeroen Katerberg. Ja, die gaat toch op zoek naar een oranje shirtje. Bloemberg. En na 4 minuten, grote kans voor Klazineveen. Saber Hendricks. En hij brengt de thuisploeg al op een 1-0 voorsprong. En dat is lekker beginnen. Klazineveen gaat aan de leiding. Maar wat een fout in de verdediging van Katerberg. Die hier weer de bal krijgt. En weer simpel inlevert bij Van der Sleen. En de bal uiteindelijk voor de voeten van Bloemberg. Patrick Bloemberg, maar zijn hakje mislukt volledig. Maar Klazineveen is de bovenliggende partij in de beginfase. 20 minuten gespeeld. Dan de eerste kans voor Hollandse veld. Goed schot voor Robert Tichelaar. En good old Carlo Roelofs in het doel van Klazineveen. Hij redt. Blijft 1-0. Maar Klazineveen voetbalt beter, is feller. Goeie paas op de uitblinker. Hendricks, goed schot, maar een goede redding van doelman Vos. Dan weer een fout van Tom Koopman dit keer. En 1 steekpaas, Wesley ten Berge. 2-0. Klazineveen profiteert optimaal van de cadeautjes van Hollandse veld. Maar dan, amper een minuut verder. 1 steekbal. Op Robert Tichelaar. En zo uit het niets staat het 2-1. En dat had de wedstrijd wel even nodig. Wat kan Hollandse veld dan nog? Maar weer een minuut later is het weer Klazineveen. En dit is Ivan Lambers. En hij brengt de marge weer naar 2 doelpunten. 3-1. Ja, dit is vlak voor rust. Een enorme sneeuw, schuine streep, hagelbui. En het is weer Lambers. Alleen op doelman Vos af. Maar Lennart Vos redt. En het blijft maar 3-1. Maar weer een enorme kans voor Klazineveen. Vlak voor rust. Derde corner van de wedstrijd. Gevaar nog steeds niet geweken. Goeie voorzet. En Nick van der Sleen staat helemaal vrij. En Klazineveen leidt 4-1. Dan de tweede helft. Ja, dat is eigenlijk nog maar een formaliteit. Hollandse veld probeert het wel, maar komt er eigenlijk niet meer aan te pas. Prachtige steekbal richting Saber Hendricks. En hij bekroont een goede wedstrijd met zijn tweede treffer van de middag. 5-1. Wedstrijd dus al lang en breed gespeeld. Nog 1 hoogtepunt in die tweede helft. Uittrap van Roelofs. En de bal komt hier voor de voeten van Nick van der Sleen. Prachtige treffer. Eindstand. Klazineveen 6. Hollandse veld 1. En toch is de trainer van Klazineveen nog niet tevreden. Nee, ik heb net al gezegd, ik vond dat we het een beetje in balbezit scheiden in de broek hadden. Dat de jongen middenvelders wat niet echt de bal durft te vragen. En dat is onze kwaliteit wel om vanuit middenveld echt goed te voetballen. Dat ontbrak er wel een beetje aan, dat heb ik in de rust ook gezegd. Maar tweede helft, ja, wij zijn niet in gevaar geweest. Dus. Het liep gewoon niet en dat is gewoon jammer. Je stelt het je iets anders voor. Maar ja, we kunnen verder en we moeten verder.